Leuk dat je kijkt naar weer eens een keer een haarverfvlog. Ik heb het iets van 7 maanden niet geverfd. Dat kan je ook wel zien, want dit onderste is heel licht. En dit is een beetje mijn eigen kleur. Het is best wel mooi. Alleen, ik wil gewoon eens een keer wat anders. Dus ik heb nu van de Vibra haarverf. Ik twijfel tussen lichtblond en deze kleur. Dit is ashblond. Dus ik vind het, als het lente wordt, wel gaaf om te doen. En ik knip dan wel zelf nog mijn puntjes. Maar ik vind het wel een hele gave kleur. 9.1 Ultimate Ash Blond. Een vriend van me die heeft het ook, bleek. En die zei ook, als je het met zilver shampoo daarna blijft wassen, krijg je een soort mooi beetje paars gegloed. Het is wel heel gaaf. Ik ga het proberen. En je ziet het, de stappen in deze komende video. Blijf gerust kijken. Is zo in het midden zo'n lijn trekken. Dat het, en dan even dat het, je het heel goed bij je haarlijn, bij de haargrens inwrijft. Zodat je vooral die uitschooi goed wegwerkt. Nou, wel dat het een beetje pakt. Wat ik vaak doe is met de kam even zo ertussen en dan zo'n pluk naar links slaan. Zodat al het verf eerlijk verdeeld wordt. Je ziet echt al dat het erin trekt en dat het echt al aan het inwerken is. Dus ik heb wel het tweede pakje nodig gehad. Omdat ik anders niet genoeg had. Maar spannend! Erin! Spannend! Nu een half uur laten intrekken. Hey allemaal, mijn haar is klaar en het is gelukkig niet zo grijs als ik had verwacht. Het is nog een beetje nat, maar je ziet hier onderin die kleur die het eigenlijk is. Omdat het nog een beetje nat is, zie je het niet mega goed, maar het is gewoon mooi lichtblond geworden. Het is niet zo asblond als ik verwacht had, maar dat kan je op zich wel doen door zilver shampoo te gebruiken. Maar op zich ben ik ook wel heel blij met deze kleur. En zo ben ik helemaal gewoon in mijn outfitje, leuke laarsjes erbij aan. En ja, ik vind het wel leuk staan. Dus vind je deze haarverfvlog nou leuk geworden? Vind je mijn haarkleur mooi? Ook al is het iets anders dan verwacht, doe het duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. H is 4L. Doei!